Een plugin om werelden te gaan maken die net als aan het echt lijken? Deze plugin, die kan dit! Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial. Vandaag ben ik hier met de plugin Realistic World Generator. Dit is een betaalde plugin, oftewel een premium plugin, die je toelaat om realistische werelden te gaan maken. met behulp van een nieuwe generator of met behulp van de generator die zij hebben gemaakt. Deze plugin is betalend en dus ook aangevraagd geweest door de plugin developer hemzelf. Dus hem wil ik extreem hard bedanken om mij een licentie te geven van deze plugin, maar je kunt altijd naar de plugin gaan hieronder als linkje in de beschrijving. Maar wat kunnen we allemaal doen met deze plugin? Wat je dus met deze plugin kunt doen is heel eenvoudig allemaal realistische werelden gaan maken. En hieronder hebben we enkele voorbeeldjes. Dus je kunt hier ja soort van mooie landschappen gaan maken, mooie rivieren, eigenlijk een heel ander verschil ten opzichte van het gewone Minecraft. Ook huisjes die ergens random op de bergen staan, dat kan je allemaal doen met deze plugin. Heel mooie gebieden kan je allemaal doen, zelfs een marsgebied. Jawel, dat kan dus ook met deze plugin. En dat ga ik jullie vandaag gaan laten zien, maar je moet wel redelijk wat dingen hebben. Het eerste is dat je namelijk een server moet hebben van minstens 2 GB RAM. Anders gaat het namelijk niet te goed gaan werken en gaan leggen. Ik ga vandaag gaan spelen op 4 GB RAM. Een CPU van minstens 2 cores, met een frequentie meer dan 2,8 GHz en ook het liefst vanaf Spigot of Paper 1.8.8 en Java dat ook redelijk nieuw moet zijn. Dus dat moet je Namelijk, allemaal hebben En je kan spelen van versie 1.8 tot versie 1.15. zoveel met behulp van het eerste linkje hieronder in de beschrijving. En ik ben hier eventjes gekomen in zo'n wereld. Zoals je dus kunt zien, is het volledig anders ten opzichte van Minecraft. We hebben daar een zandpooletje, we hebben hier schone bergen, allemaal van die hele gekke, speciale bomen die er heel raar uitzien. En zo heb je veel meer gebieden zoals deze. Dus dit is allemaal heel chic en ik zal het jullie direct laten zien hoe je zo eentje kunt maken. Je kan kan op drie verschillende manieren je wereld gaan genereren. En ik ga daar eentje van laten zien, maar de andere twee staan hier namelijk op. Je kan met behulp van een extra plugin oftewel MultiWorld of MultiVerse kan je ook een extra wereld gaan genereren. En dan moet je gewoon deze commando of dit commando gaan uitvoeren. Maar ik heb deze extra perints niet afgehaald en dan kan je het ook heel makkelijk zo doen. En hoe dat je dat doet, is eigenlijk vrij eenvoudig. Je gaat namelijk naar je perintsmap en je delete de worldmap, of je neemt er een backup van en je verwijdert deze dan. Dat heb ik al gedaan en dan moeten we eigenlijk iets gaan aanpassen in onze bucket.html. Dus die doen we dubbelklik en openen even, want hier moeten we een aanpassing gaan indoen. En wat we hier moeten gaan doen is het volgende: je scrolt volledig naar onder en je gaat dan dit er gaan inzetten. Ik ga het hieronder nog bijzetten in de, als, ja, ja. zodat je het kunt kopiëren en plakken. We hebben hier dus werelden, en hier komt jouw wereldnaam. Bij mij is dat World. En dan Generator Realistic World. Deze gaat ervoor gaan zorgen dat jouw wereld wordt gemaakt met behulp van de Generator Realistic World. En zo wordt jouw, ja, je wereld gegenereerd met deze generator. Dus, eenmaal als je dit hebt opgeslagen, kan je dit sluiten. En dan is het gewoon je server opstarten. Ik dacht dat je nog iets moest doen, maar dan is het gewoon je server opstarten. En we zijn aangekomen dat hij de wereld gaat genereren. En dit kan eventjes duren. Maar ik heb een redelijke sterke computer. Maar het hangt af van computer tot computer. En het kan eventjes duren. Mijn server is volledig opgestart. Dus laten we een keertje een kijken nemen hoe het eruit ziet. En op hoop van zegen, ja, we zijn binnengekomen. Het ziet er nu al. Wow, een lakspike. Dat is vrij normaal. Ik ben eventjes naar mijn monitor aan het kijken. Maar we zijn fatsoenlijk binnengekomen. Kijk eens aan. Even mijn game uit aanpassen. Dit ziet er nu al heel mooi uit. Vooral die bomen. Ook zo van die die die, die eruit steken. Hier zo wat vlaggentjes. Een paar blokken tussendoor. Wauw. Dat ziet er nu al heel mooi uit. Nu, af en toe kan het nog een klein beetje blijven hangen. Ja, zoals je daar zag. <laughs> maar dat is vrij normaal. Hij laat de wereld natuurlijk een heel pak trager in dan normaal. En dan krijg je af en toe zo'n klein lagspike. dat komt ook natuurlijk omdat ik aan het opnemen ben. Want dat had ik toen nog niet tijdens het testen. Je ziet onder ook dat ik ben binnengekomen bij de Extreme Mountains. En zo kan je telkens vooruit gaan naar andere werelden. En daar, oh, dat is een fantastisch mooi voorbeeldje wat ik aan het zoeken was. We zijn hier aangekomen bij zelfs een volledige, ja, een kleine soort van stad met heel mooi water zoals je hier kunt zien. Echt fantastisch mooi gegenereerd. En dat is niet alles, want je kan met deze plugin alles instellen. Je kan dus de hele wereld laten genereren met wat jij wilt, met wat voor soorten... Systemen dat je wilt gebruiken. Deze gebouwen zien er fantastisch mooi uit. Maar dat kun je dus allemaal met deze plugin doen. Dus je kan. Ja, voornamelijk is het puur een generator en. Weet je wat? Laten we eens overgaan naar de instellingen die je allemaal kunt doen met deze plugin. Als we naar de plugins folder gaan, dan hebben we hier Realistic World Generator. En de eerste zijn eigenlijk voornamelijk deze bestandjes die je hier ziet. Maar er zijn er nog een hele hoop meer bij de wereld zelf. Nu, we gaan deze eventjes gaan openen en een keertje een kijkje nemen in wat er hier allemaal te zien is. Dus hier zijn ze. En dan ga ik ze eventjes gaan... Bekijken wat er allemaal in staat. Dus de eerste messages zijn gewoon letterlijk alle berichten. Dat kun je gaan vertalen naar wat jij namelijk wilt. Actionbar, dat is die bar die we van onder zagen. Die kan je uit of aanzetten in de werelden. En ook ja, met welke tekst kan je aan of uitzetten. Een border, we kunnen kiezen tot hoe ver en hoe groot dat de wereld moet gegenereerd worden. Dus dat is ook wel een hele fijn en een hele handige. Dus dat kan je aanpassen zodat de wereld niet te groot wordt. En dat zijn de aantal chunks. Mobs zijn de aantal mobs. Die moeten gespawnd worden Default zijn het minimum 2 met maximaal 4 Dat telkens gespawnd worden in de wereld Waar jij rondom aan het vliegen bent Dus dat zorgt eigenlijk voor dat je dat ook weer kunt kiezen En dit is een voorbeeldje Maar ik weet niet heel juist waar dat juist wordt gebruikt en dan hebben we ook nog een config file. En de config file, dat bevat namelijk de licentie die ik jullie niet ga laten zien. Maar dat bevat ook dat je ja, custom trees met fences erin kunt hebben. Saplings als die mogen groeien. Bedrock, moet er bedrock zijn dat plat is. Dus dat kan je zelf kiezen. Dan hebben we ook nog het heel logging hier van onder. De generatie, maar die, gener die generator. Daarmee ga ik zo dadelijk wat meer uitleg over geven. Maar, voordat ik naar daar ga, hebben we hier nog de structures. Dit zijn letterlijk alle structuren die zij voor jou al hebben gemaakt. Maar, je kan er ook nog zelf maken, maar daar kom ik zelfs heel kort bij. Maar bij werelden, dat is eigenlijk jouw wereld die net is aangemaakt. En hier kun je zien dat er heel veel bestandjes zijn. En deze bestandjes kunnen ze een keertje gaan doen. En eigenlijk wat we hier te zien gaan krijgen, zijn alle instellingen van dat volledige, ja, van die volledige wereld. De eerste die we hebben is caves en met caves heb je vijf verschillende caves of grottensoorten soorten die je kunt gaan gebruiken voor in jouw wereld te gaan genereren en ja hier staan er eigenlijk maar een viertal omdat er twee standaard zijn die je niet kunt aanpassen je hebt de frequentie dat ze voorkomen je hebt nog ja bijvoorbeeld hier staat lava level volgens mij mocht dat level te zijn maar dat zijn allemaal levels nu er is een volledige wikipedia pagina die dit volledig uitlegt met welke soort types dat je hebt de spawn dus dat is eigenlijk alleen maar voor type 1 en 2 dus ga ik eventjes kort niet gaan uitleggen maar je ziet dus dat je type 1 hebt dus dat zijn echt van die bollen die naar onder gaan type 2 is zo een beetje het oude type zoals in minecraft type 3 is volledig vol met caves dus dat zijn heel veel gaten eigenlijk type 4 is meer op de oppervlakte en type 5 is wat dieper maar ook wel redelijk vlak dus dat zijn allemaal die dingen die je daar ook mee kunt gaan instellen. En dat kan je dus ook terugvinden op hun pagina. Meer ga ik er niet over gaan uitleggen. Je kan het beste dit opzoeken met de linkjes hieronder in de beschrijving en eventjes te gaan vertalen met een vertaalwebsite bijvoorbeeld. Eventjes over naar de kisten. Dit zijn alle kisten die gespawnd worden in bijvoorbeeld een piramide, een tempel, een village. En dat zijn al deze soorten. Dat zijn huisjes die voorgemaakt zijn door hunzelf. Nu, je kan ook zelf schematics gaan maken. En dat staat ook weer volledig bij hun uitgelegd hoe je dat kunt doen. Ga ik dus ook nu weer niet zelf gaan uitleggen, anders gaat de video veel te lang gaan duren. Maar, dat zijn dus schematics die zij gaan gebruiken om deze huizen te kunnen gaan genereren. En dat hebben ze puur zelf gemaakt, maar kan je ook volledig aanpassen. Dit is de grootste, dit is de generator zelf van deze hele plugin. En dit gaat ervoor gaan zorgen dat, ja, zodat alles wordt gegenereerd. Ik... Weet niet heel juist wat alles doet, maar het staat ook weer volledig uitgelegd. Van onder hebben we wel verschillende andere opties, zoals de Genuaid, zoals de Villagers die moeten gegenereerd worden, en de Minechefs, dus hoeveel en als dat moet aanstaan. En het level van de zee, dus wanneer dat de zeelevel moet gaan starten, en ook vanaf welke hoogte. Dus uh... Of zoiets was het nu. Dat staat ook weer uitgelegd op hun Wikipedia-pagina. Mijn excuus is dat ik er niet dieper op in ga gaan, vanwege het zoveel is. Je ziet dat hier heel veel nummertjes staan. Al deze nummers hebben typische dingen. Hieronder staat het allemaal uitgelegd. Moest ik dit gaan uitleggen in deze video, dan val je over van jouw stoel. Dus. Dan raad ik je eigenlijk aan om dat te gaan bekijken. Maar dat kun je dus allemaal hiermee gaan aanpassen. Oors zijn welke ORs moeten gaan voorkomen in jouw wereld. Kan je ook allemaal aanzetten. Hoeveel kans, waar moet het spawnen, op welke hoogtes en welke materiaal is het, kan je meegeven. Settings zijn. Standaard instellingen. Moeten er mobs spawnen? Op welke biome? Dus moet het maar één biome zijn? Kan je ook aanduiden. Zo kan je een Mars maken trouwens. Tree spawning. Welke bomen moeten gespawned worden? Oceaan. Met welke blok moet oceaan gevuld worden? Enzovoort enzoverder. Trees. Welke bomen moeten er gespawned worden? En biomes. Dat zijn alle biomes. Die kunnen voorkomen met wat er per biome moet inkomen. Ook weer een gigantisch bestand. ...maar ik het ook weer niet over ga hebben... ...omdat het veel te groot is. Maar op zich moet je eigenlijk niet zo heel veel aanpassen... ...want met behulp van die generator... ...heb je gewoon één fantastische... ...gigantische grote wereld... ...die je makkelijk kunt gaan gebruiken... ...en het is... ...er staan zelfs torentjes onder water joh. Dus het is gewoon een fantastische leuke plugin... ...ik wil nogmaals de developer extreem hard bedanken... ...voor mij een licentie te geven voor deze plugin... ...om een tutorial erover te doen. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden... Liever dan dat duimpje te doen, raak in een keer dat abonneer knopje aan en vergeet zeker en vast niet dat bel icoontje een keertje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's aan aankomen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!